wat een tijden gaan wij altijd richting Duitsland. Het is ongeveer 1,5 uur rijden. Jullie zien het zo. We gaan superveel inkopen. Ik heb er heel veel zin in. En we gaan even kijken, want we hebben besloten om naar een andere stad te gaan dit keer. Hè? Klopt. Dat hebben we even last minute besloten. We zouden eigenlijk naar Emmery gaan. We gaan nu naar een andere stad, kijken of het daar wat rustiger is. Want we hebben natuurlijk wel meer te doen de komende dagen. Als jullie deze video zien, zijn we ook meteen weer op pad richting Nederlandse shops. En dat gaan jullie binnenkort allemaal zien. De dagen der dagen zitten er nu echt aan te komen, jongens. Ik vraag jullie alleen even, laat een like achter op deze video. Ik vraag normaal nooit om likes. Laten we gaan voor de 10.000 likes. We gaan nu de auto in. Even kijken, jongens, 29 minuten. Je kan dit filmen als je wil. En we komen aan. Ja, ja. We gaan dit keer naar Kleve. En de reden daarvoor is omdat ik niet heel erg rustig wil, maar ook niet heel erg druk. Dus ik hoop dat het daar een beetje ertussenin zit. De Lidl. Ik ben super benieuwd of het druk is of niet, man. Ik ben benieuwd. Lidl'tje, hartstikke idee. Daar zijn we. Oeh, het lange rij, man. Zo, dat kan Emmery niet tegenop. Holy shit. Dat is lang. Oeh, pijnlijk. Wat? Dit is wel lang, man. Zo. Zijn de supermarkten in Nederland gesloten of zo? Het is rustiger dan dinges in ieder geval. En alsnog? Ja, hier kunnen we never parkeren, man. Gigantisch druk, nog drukker dan een Emmery. Dus wat gaan we nu doen? We gaan nu dieper Duitsland in. In de hoop dat het daar wat rustiger is. We namen het risico. Ik vind het helemaal niet erg dat het wat drukker is. Maar ja, dit was wel echt heel erg, man. Ja, ja toch? Klopt. Dat is niet normaal. Dus we gaan nu richting... waar gingen we heen? Kalkar? Zijn naar Trovi. Zijn naar Trovi locatie, inderdaad. Moet je kijken. Er staat gewoon niemand hier. Dat is echt raar, gast. En we kunnen zo naar binnen. 10 minuten geleden stond alles nog vol. Ja, maar moet jij het karretje? Hey, gewoon niemand hier, gek. Zij heeft maar 12 op. 15. Een tiny laser willen we ook horen. Oh fuck. Kubusje, hoe daar 5 van? Een laser. Een goed, een hartstikke goed. 5? We staan gelukkig binnen, dat is het belangrijkste. Staat hij er zo bij? We hebben een mooi lijstje ingevuld. Niet zo heel veel, want we gaan natuurlijk ook nog naar Vuurwerk Duitsland. Maar de alligator staat er flink op. En ik ben benieuwd wanneer we het vuurwerk... Aldi gaan we het meeste halen, denk ik. De Aldi? Aldi meeste. Nou, Lidl meestal meeste, toch? Die hebben ook wat of, leuks. Nee, dit is niet. Dit is een... Ik denk altijd dat dit... Dit is kat 1 uit Duitsland. Ook lachen. Hey, kan hij niet even beton winnen of ga je meenemen? Hey. Nou jongens, we hebben onze kar teruggekregen. De helft hebben ze niet. Echt, heel veel. Waaronder geen alligators, geen beastmaster. Hey, even serieus, vorig jaar hadden ze de black eyes niet. En nu weer wel. En nu hebben we juist de andere dingen niet. Deze hebben we nu ook. De shockies. Wat is dit nou? Peter Sky. Is die goeie? Lekker ja, voor je. Sterf lekker. Stel je voor, je zou een inladen maar, man. Die gaat eraf. Zo, hartstikke idee. Zo, staat een flinke rij, man, nu. Net konden we zo naar binnen lopen. Al die mensen staan, dat is echt 90% niet hebben. Maar van het pakken heen, heb ik hier ook weer. Het is dan wel donker. Ja, nu wordt het pas druk hier. Daar gaat hij, hoor. De meeste dat het. Hoppa. Zo, pleur het erin. Het is hier wel glad, man. Hij valt ook wel mee. Ja, daar gaat het toch weer uit elkaar. Ja, die tunnelkingetjes hebben we wel in ieder geval, jongens. Hoppa. Op naar de Lidl. Nee, de Aldi nog even. En nog een Lidl'tje lijkt mij.
Dat is niet genoeg. Maar check dat, er staat dus nu een rij buiten, zoals jullie kunnen zien. Daarnet liepen we zo naar binnen. We zijn wel maar een half uurtje binnen geweest. Hoe ging twee boys? De Aldi. Ook in Kalkar. Hier staat ook geen rij. Maar goed, luister dan, Jordi. Ik ben er wel achter dat geen rij betekent niet chill. Nee, dat betekent niet per se te zijn dat je zo naar binnen bent. Ja, dat wel. Maar dan hebben ze de helft niet. Ik heb nog broodjes genezen. Klopt, let's go. Hier is het gewoon graaien zometeen. Alles wat wordt geleverd moeten we als een gek pakken. Hé, hey, die zijn wel ziek hoor. Fjuk Luke. Meenemen. Ik zou die erin doen. Dit is gewoon een goldrakketten. Chaos, ik zweer het je. We zijn nu bij de Aldi. We hebben heel lang gewacht totdat het daar wordt gevuld. Film maar eventjes. Het is gewoon wachten tot er wat wordt gevuld en dan is het gewoon pakken uit de schappen. We hebben hier twee karton Artis. Zoals vorig jaar, hè? Een paar geel cakeys. Swords of Fire hebben we ook. Pak je pijlen erbij. Veel geluk. Jordi is nog aan het kijken of er ergens nog een... Oké, daar staat hij tussen. Jordi is nog aan het kijken of hij ergens een pijlenpakketje kan vinden. En dan is het zo meteen gewoon even terug naar de Lidl, man. Ik zweer, yes. We hebben echt een fout gemaakt door te denken dat dieper Duitsland het rustiger is. Dan is het ook rustiger. Maar minder alleen, leveringen. Ze hebben dus minder op voorraad en dat is dus kloten. Nou. Maar maakt niet uit, want we gaan wel alles hebben. Dat gaan jullie zo meteen later in de video nog wel zien. We gaan gewoon dieper Duitsland in, alle Lidl's pakken. Ja toch? Nee. Laten we maar gewoon afrekenen, Bas. Wat? Ja. Kan je binnen? Dit is toch ziek, jongen? Kom. Heb hij gewoon twee kartonnen? Dat is niks. Dat is niks, zegt hij ook. Dat is... Oh, ze hadden er toen zes. Ja, je bent wel gek, hè? Ja, gek. Leuk. Ja, ja. Hey, is toch gewoon karretje vol? Ga, jongen. Wordt als biceps. Hij staat naast... Daar gaan we, man. Gevulde karren. Oh ja. Die fucking pijlen erop gewoon. Maar moeten die, oh, die pijlen moeten bovenop, hè? Die fluitpakjes kunnen er ook nog onder. Ja. Een fluitpakje? Nee. Die moeten er onderin toch? Nee. Die vonken gaan daar nooit meer passen, man. Hey, boy, gaat echt niet passen. Sterker nog, dan dat je bestelling krijg je misschien niet eens. Welke cake? Ja, al die cakes daar zo. Deze? Ja, dat ga ik allemaal hier opstapelen. Nou, achterbakje is gevuld. Nu nog terug naar de Lidl. Nog wat dingen bijhalen, zoals de Alligator. Kaufland. En dan zit het er weer op, man. Ja. Wat een chaos, hè? Normaal. Zo druk. Het lijkt wel ieder jaar drukker te worden bij de Duitse supermarkten. Klopt. En ze hebben zo weinig op voorraad. Maar er zullen heel veel van jullie zijn die dat niet hebben. Maar dit zijn ook nog een voorpakket, hè? Ja. Ja, gewoon een ander labeltje. Ik weet niet of jullie mij goed kunnen zien, maar we zijn nu onderweg naar Vuurwerk Duitsland. De video dat wij dat gaan ophalen zien jullie morgen online. Dus daar is het nog even op wachten. Na Vuurwerk Duitsland gaan we nog naar de Kaufland en nog een keer naar de Lidl. Want we moeten daar toch nog een aantal dingen hebben, man. Zeker weten. Ja, toch? Wat wil je nog wat? Wat wil je nog hebben? Alligator. Wat pijlen vooral, alligators. En, want bij de Lidl waar wij geweest zijn net, wat jullie hebben kunnen zien, daar was echt heel veel uitverkocht. Ja, man. Kijk, dan is het rustiger. Dan denken we lopen zo naar binnen. En dan zeggen ze trouwens dat de bestelling, of tenminste dat de vrachtwagen over 2 uur komt. Ja, we rijden... Eindstand rijden we net langs, ja. Zien we alsnog de producten die er net zogenaamd niet waren. Nee, dus mensen, als jullie volgend jaar ook gaan en ze zeggen het is uitverkocht, de levering komt pas over 2 uur. Ze hebben volgens mij ieder half uur een levering. Alleen ze willen jou gewoon zo snel mogelijk de winkel uit hebben. Dat is gewoon heel... Anders staat heel de Lidl vast. Dus bij de Kaufland, de volgende winkel. Hopelijk hebben ze hier de Bloody Mary Het belooft veel goeds. Ja, het is wel veel ik auto's. Denk dat we weer moeten gaan strijden voor die Bloody Mary. Veel auto's zie ik weer. Ik word een karretje oversteken. Die ging maar erg snel, jongen. We gaan even kijken of we daar ook weer moeten vechten om het vuurwerk. Ik vrees het wel. Ja, man, maar bij die Aldi, hè, dat ze dan alles in een schap gooien, iedereen duikt erop, jongen. Ja, klopt. Maar daar moet je echt vechten gewoon voor het vuurwerk, zoals. Klopt.
We halen geen karretje, want het gaat niet mega veel halen. Nee. En allemaal. Bloody Mary, jongens. Vorig jaar pisten we buiten de boot, maar dit jaar. Ik heb er nog geen, hè, dus als je er nog geen wil. Liggen er nog een paar. Ja, nog eentje, ja toch? Wat zit er nog allemaal bij dan? Ja. Serieus, wat is het allemaal? Een klein speltje, jongens. Jezus, ja, dit doen we er niet bij, man. Yes, gelukkig hebben we dit keer wel de Bloody Mary gescoord bij de Kouwland. En jullie zien hier al een kleine sneak peek van het gedeelte wat we morgen laten zien in de video. Namelijk, vuurwerkshop in Nederland, of niet Jordi? We hebben veel, hè? Ja, je valt mee. Morgen gaan jullie alles zien, jongens. Ja, één. Oh, deze hebben we ook nog gehaald. Laat eens zien. Oh ja, de zware ook. Geen hem helemaal. Zo van niet. Geen idee, maar volgens mij knallen deze wel best gewoon leuk. Oh, leuk voor mij natuurlijk. Ja, man. Kom een bakje vol, hè? Helemaal vol. Deurtje dicht. Hé, hey, waar is mijn broodje? Oh, daar. Dag wel. Kijk, dat is mijn leven, vriend. Krijg je niet, goos. Net over de grens. Het ziet er heel koud uit buiten en dat is het ook. We komen ook net van de Kouwland af, zoals jullie konden zien. Vorig jaar hadden we wat meer pech, hadden we niet de Bloody Mary. Die was dit jaar wel op voorraad. Maar wat vervelend was, is dus dat we van tevoren waren getipt van... Beste rijden jullie wat dieper Duitsland in. Bijvoorbeeld Kleven. Dat is niet echt dieper Duitsland in. Maar ik heb heel veel mensen gehad die zeiden in Kleven is het wat rustiger. Maar ja, niet dus. We kwamen bij de Lidl aan. Die rij hebben jullie kunnen zien in de video. Chaos. Ja, niemand met ons had er zin in. Dus we zijn toen doorgegaan naar... Waar gingen we naartoe heen? Kalkar. Oh ja, dat was het. Oh ja, toen gingen we naar de Kalkar Lidl. En daar dachten we dus... Ai, niemand hier. We gaan zo naar binnen. En we rekenen alles af en we gaan weer richting Vuurwerk Duitsland. Ja, niet dus, want toen we binnenkwamen was er een rij, niet heel lang, maar toen hoorden we al dat de helft er niet was. Ze hadden geen alligators meer, ze hadden geen... Goldraketten. Ze hadden best veel dingen, echt 4-5 producten. 4-5 verschillende, oh ja, Beastmaster. Maar wat niet. Ze dan weer wel hadden, dat was de Black Ice. Ja. Dat is dan weer vreemd, man. Maar Beastmaster, Goldraketten, ze hadden echt... Iets van 4-5 verschillende producten, ja, die uitgekocht waren. Oh ja, en die Tunnekings die normaal gesproken ook als eerste uit zijn. Die hadden wij wel. Die hebben we wel. Die hebben wij ook nog nooit gehad. Nee, maar. Dus al met al hebben we de nieuwe producten die we echt graag wilden hebben, hebben we. We zijn daarna doorgegaan naar Vuurwerk Duitsland. Die video gaat morgen eraan komen in de shop in Nederland. Want Vuurwerk Duitsland is dus een Nederlandse winkel in Duitsland. En dat vind ik te veel om dat ook in de video van vandaag te doen. Dat zien jullie allemaal morgen. En ik zeg je eerlijk, dat is zoveel, echt waar. We hebben echt bijna alle foekenblokken hebben we bijna gehaald. Ik ben helemaal gebroken, maar we moeten nog even. Laat alvast een like achter in deze video. Ik zei al, laten we gaan voor de 10.000 likes. We moeten gewoon haalbaar kunnen zijn, jongens. Laat even weten dat jullie ons supporten in deze tijden. En dan zie ik jullie weer morgen. 12 uur denk ik. Collectie. Ik durf niks te beloven. Maar morgen om 12 uur denk ik Vuurwerkshop in Nederland. Online voor jullie. En zie ik jullie morgen weer, man. Later!